Deze maand is een aanleiding voor CDS-communicatie in Suriname. We wensen u een schutte maronde op 10 oktober. Take care, take care, take care, take care. Maron, oftewel Vimandé. Wat betekent dat voor mij? Natuurlijk wat het elk jaar voor mij heeft betekend. Op die dag laat mij natuurlijk denken en voelen aan hetgeen mijn voorouders hebben meegemaakt onder het regime van de Nederlandse kolonisator natuurlijk. En maar het allerbelangrijkste, de cultuur die hun natuurlijk aan ons als Baka Pikings hebben overgedragen. En wat we hebben voor overgehouden, kan je zeggen. Dus dat is eigenlijk het meest belangrijke wat ik mij uiteindelijk kan realiseren op zo'n dag. Inderdaad heeft de Maron gemeenschap een hele belangrijke bijdrage geleverd op de wederopbouw van ons land. En als we praten over gelijke kansen, dan is het nog zoek op bepaalde aspecten. Vooral als we praten over onderwijs, zien we ook dat als bij wijze van praten onderwijs hier in de stad begint op 1 oktober, dan is het nog lang niet begonnen in het achterland. En in het jaar 2019 had ik ook een statement hierover gegeven in de United Nations. En natuurlijk met de hoop dat er een oplossing hieraan zou komen. Maar zoetjes aan zie ik wel dat bepaalde aspecten verbeterd worden. Dus ja, ik ben nog niet helemaal tevreden, maar we komen er wel bij. Ik geloof er wel. Alla de bala voor mij aan de sisa voor mij, want ja, boskopoja. No de ifrei, je geniet voor afrei die de gansama voor fetcha feti. No me want te jutaki, ifrei, do same do. Go back a you den, make you drink war. Do say one, ma wasa yan fegete, pe you komoto. Go de teke de chaiko. Na fegete, you osu, na fegete, a feti de gansama voor feti. En ada tim wan kabataki, wan suti. Deze maand is een aanleiding voor CDS-communicatie in Suriname. We wensen u een schutte maronde op 10 oktober. Take care, take care, take care, take care.